U mag gaan zitten. We gaan het woord van God openen. We willen een gedeelte lezen uit Titus. 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus, Filemon, Hebreeën. Ik help u maar even. Maar u weet het misschien ook al lang. Hè? En daar staan die prachtige woorden in. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en onderwijs. En wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En dan willen we nog een heel bekend gedeelte lezen uit Johannes 3. Johannes 3. En we lezen vanaf vers 16 tot en met 21. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar op de wereld, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Maar iedereen die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. We hebben zo pas al een heel mooi lied en liederen gezongen. Immanuel, o kom, o kom. En eigenlijk gaat dat in eerste instantie, zou je kunnen zeggen, ook over Israël. Israël is wereldnieuws. Israël, daar kan niemand omheen. In heel de wereld heeft men het over het volk van God. Positief of negatief. En in dit lied staat het ook zo: naar u ziet uit uw Israël. Verduisterd is ons hart door angst, de nacht der wereld op zijn bangst. Wij kunnen dat niet bevatten, maar er is een enorme angst in het Midden-Oosten. Er is een enorme angst natuurlijk ook in Oekraïne, op het slagveld.
Nee, we gaan geen discussie voeren over Israël, Palestijnen, weet ik het allemaal. Maar over één ding hoeven we geen discussie. Het is Gods volk. En het blijft Gods volk. Maar er is een enorme angst. En ik zie de militairen en ik zie ze zingen. En ze roepen naar de Messias dat hij spoedig komt. Elke dag heb ik Israël op mijn hart. Niet omdat ik zo'n beste ben. Maar ik hou van het volk van God zoals ik van elke zondaar ook houd. En hier in dit lied komt het zo prachtig uit. Het verlangen dat hij komt en hij zal komen. Ik geloof dat hij spoedig komt en dat elk oog hem zal zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Dat zegt de Bijbel. Ze hebben hem doorstoken en ze zullen zien wie hij is. Dat prachtige gedeelte uit Titus. Paulus schrijft aan Titus. En hij zegt, want de zaligmakende genade. Wat een prachtig mooi woord, hè? Zalig. Een zalig kerstfeest, zeggen we dan tegen elkaar. Zalig is een ouderwets woord, zou je kunnen zeggen. Een perfect kerstfeest toegewenst. Een volmaakt kerstfeest. Maar eigenlijk gaat zaligheid nog veel verder. Want de zaligmakende genade. De Bijbel schrijft niet maar eventjes over het gewone leven. Ja, ook wel. Maar ook over het leven in de toekomst. Daar heeft de Bijbel het over. De Bijbel die heeft het over mensen die gered moeten worden voor de eeuwigheid. Gisteren was ik in de winkel. In een winkel. En ik sprak een man aan achter de toonbank. En ik pakte mijn hand en ik reikte die hand en ik zei gecondoleerd. Zijn broer was een paar weken geleden overleden. Heel plotseling. En die broer heeft bij mij in de klas gezeten. Hij is van hetzelfde jaartal. En we kregen een gesprek. En ik zei tegen hem, was hij nog in het geloof? Hij zei, dat is juist zo zwaar. Hij had van tevoren gezegd, op mijn begrafenis geen kerkelijk gedoe. Dan breekt je hart. Dan breekt je hart. Midden in de nacht, onwel worden. Sterven, in een mum van tijd. God wil dat we zalig worden. Nee, dat, niet dat we een zalig kerstfeest vieren. Ja, dat is op zich leuk. Maar hij wil ons zalig maken. Hij wil ons in de eeuwigheid hebben bij hem. De zaligmakende genade. Het eeuwige leven. Je zou kunnen zeggen, de reddende genade. Want hier staat het woordje zaligheid in. Zaligmakende. En dat heeft alles te maken met de zaligmaker. Want er staat in het vervolg zo mooi, ja, u hebt natuurlijk meegelezen en geluisterd, dus u weet wat er is gekomen. Daar staat, en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus zaligheid, de zaligmakende genade, is onlosmakelijk verbonden met de zaligmaker. Er is maar één iemand die zalig kan maken. En dat wordt heel duidelijk expliciet, om het met een mooi woord te noemen, in de Bijbel genoemd. Wie is die zaligmaker dan? Dat is onze grote God, Jezus Christus. Je kunt niet buiten Jezus om. Het zit al in de naam.
Heel veel mensen op het sportveld noemen zijn naam, maar hebben niet door dat ze roepen: redder, 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 redder. Hij die redt, dat betekent Jezus. En ze roepen het als ze een bal mistrappen, verkeerde paas geven, als het niet lukt. Redder, redder. Dan zeg ik, heb je iets te maken met die redder? De zaligheid van de mens, het eeuwige leven, is verbonden met de zaligmaker, Jezus Christus. En hoe is die zaligmaker, hoe is die dan naar ons toegekomen? Hier staat het zaligmakende genade. Daar hebben we het vanmorgen uitgebreid over gehad. Hier zitten een aantal mensen, die waren vanmorgen ook, die zouden hier zo iets over kunnen zeggen. Genade. Zaligmakende genade betekent, je hebt het niet verdiend en toch gekregen. Bent u daar ook zo verwonderd over nog steeds? Bent u er ook zo blij over nog steeds? Over die verbazende, verwonderende genade? Bent u elke dag als u opstaat, als u leeft, dat u zegt, oh geweldig. Ik mag bij God horen en ik mag bij de Heer Jezus horen. Door genade, ik heb het niet verdiend. Bent u nog zo verwonderd? Bent u nog zo verwonderd over het geloof? Koop het. Want dat is zo mooi dat je verwonderd bent. Er zijn zo weinig mensen die zijn verwonderd. Ze zijn niet verwonderd over het leven. Ze zijn niet verwonderd over dat ze kunnen ademen, dat ze kunnen bewegen. Dat komt pas bij hen als er iets gebeurt in hun leven. Dan gaan ze dat zien. Maar ik ben elke dag verwonderd over de genade van God. Die zo rijk is. Ik kan er niet over uit dat ik erbij mag horen. Maar ik mocht hem ontmoeten, die zaligmaker. De Heer Jezus. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aha. God gaf de wet aan zijn volk Israël. Oh ja, die wet die is in principe voor alle mensen, maar hij gaf het in eerste instantie aan zijn volk. Maar hij geeft zijn genade aan iedereen. Aan alle mensen, jong en oud. Als jij, als u thuis bent, als jij thuis bent en je luistert mee, je kijkt mee. Dan zegt God, dan zegt de zaligmaker, ik ben verschenen voor alle mensen. Aan alle mensen, voor alle mensen. Ik sluit niemand uit. Stel je nu voor dat we vanavond, ik geloof daarin, stel je nu vanavond dat we vanavond de lucht ingaan. Nee, niet door een knal. Niet door vuurwerk. Maar dat de Heer ons ophaalt. De Bijbel zegt dat. Hij haalt ons op. Gaat u mee? Ja, gaat iedereen mee? Ja, u hoeft het niet te zeggen, dan moet ik het zeggen hoor. Is iedereen overtuigd, ik ga mee of blijft u zitten? Want hij moet het doen. U kunt het niet zelf doen. U kunt springen wat u wilt, maar... U gaat niet mee met hem omdat u springt, maar omdat u gelooft. Gelooft in de zaligmaker. Zo mooi wat hier staat. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Er zijn wel eens mensen die maken heel veel drukte over kerst en dan hebben we allemaal discussies erover. Mogen we dat wel vieren, niet vieren? Nou, ik zeg, als je wel of niet viert, dat maakt mij niet uit, als je de Heer Jezus maar verkondigt. Amen. Ja, zo denk ik erover. Ik ben niet zo moeilijk. En het is zo mooi wat hier staat. Wij verwachten de zalige hoop. Want iemand die zalig gemaakt is, die ziet uit naar de hoop. Als je bij de Heer Jezus hoort, zie je uit naar zijn komst, die in vervulling gaat. Als je ouders je wat beloven, en je doet het niet, dat is niet best.
Maar als je betrouwbare ouders hebt en die beloven iets, dan zie je uit naar die hoop dat het in vervulling gaat. Dat het werkelijkheid wordt. Oh, ik krijg een nieuwe fiets op mijn verjaardag. Daar zie ik naar uit. Of ik krijg een prachtig mooi boek. Vinden die jongeren ook leuk, toch? Mooi boek. Nee? Oké, laptop dan vooruit. Mobiele telefoon. En hier zie je, terwijl wij verwachten de zalige hoop. In heel veel kerken en gemeenten wordt er niet meer gepraat over de wederkomst van de Heer Jezus. Ze vinden kerst leuk, daar hebben ze het over. Maar kerst, ook de dagen waarin we middenin zitten, die doen ons zien dat Hij spoedig komt. Dat we ons klaarmaken. En daarom ben ik zo blij dat we zo vaak diensten hebben hier. Want we hebben dat nodig. We moeten blijven bij die verwachting blijven. We moeten attent blijven. We moeten wakker blijven. Want we slapen zomaar, hoor. Want de Bijbel die zegt het zo mooi. God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Wat is goddeloosheid eigenlijk? En wat is de wereldse begeerte? Nou, je hoeft maar buiten de deur te stappen, dan ben je er al. Ga de binnenstad van Alkmaar maar in. Je hoeft niet de binnenstad van ons dorp binnen te gaan, dat is weinig zin. Dat is weinig te beleven. Maar daar is ook goddeloosheid. Daar is ook die wereld, in het klein en in het groot. Afgoderij. De sport, de muziek, overal zie je afgoden. De televisie, de internet, hoe je het maar invult. Heel veel afgoderij is er te zien en te horen. Waar mensen aan verknocht zijn. Je wilt niet weten hoeveel mensen verslaafd zijn aan allerlei idiote dingen. Wat hun leven gevangen houdt. Afgoden. Ik geloof dat achter die verslavingen en achter die enorme krachten, duistere wezens schuilgaan. Dat geloof ik. En dat leert de Bijbel ons ook. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dus je bent gered en je doet afstand van de wereld. Je gooit de afgoden de deur uit. Nee, niet alleen maar boeddhabeelden. Er zijn nog veel meer afgoden. En de Heer zal het u in gedachten brengen om dat te doen. Paulus had er mee te maken. In die Griekse wereld, die zat er vol van. Vol met afgodsbeelden. Vol met prostitutie die gelinkt was aan de afgoderij. We hebben nog precies dezelfde wereld. Precies hetzelfde. De wereld is in die zin totaal niet veranderd. We denken dat de wereld wat fatsoenlijker is geworden. Absoluut niet. Nee, als je tot geloof komt, als je de Heer Jezus leert kennen, dan komt er een andere geest in je. Niet de geest van de wereld. Die holt alles achterna. Ik las in een wereldse krant, las ik nog, dat al het gedrag wat we ook zien rond deze dagen is vluchtgedrag. We hebben hier ook de vluchtuitgang. Daar ook één. Daar ook één. Dat is logisch, dat is verplicht. Maar in de wereld zie je ook vluchtgedrag. Mensen die vluchten in dingen om... Waarom? Om het leven zachter te maken? Ik denk dat het anders is. Om de realiteit te ontvluchten. Dat denk ik. Heel veel mensen vluchten in allerlei surrogaatmiddelen. Om de realiteit te ontvluchten. Om als het ware de dood nog een beetje van zich af te schuiven. De keiharde wereld. Of misschien wel het oordeel van God dat er aan zit te komen. Dat ze dat op een of andere manier doorhebben. Laat ik maar vluchten in de kerst, in de voetbal, in de muziek, in mijn carrière, in mijn... Ja, vult u het maar in. In mijn ene vakantie naar de andere.
laat ik daar maar in vluchten. Zodat ik niet na hoef te denken. Zoals iemand ook zei, we hebben een angst voor de stilte. We zoeken de stilte niet meer op. Want we willen die stilte, die kunnen we niet meer verdragen. Nee, als de geest van God in ons komt, zegt de Bijbel, dan gebeurt er iets. Dan staat er zo mooi. In deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Is dat niet mooi? Is dat niet prachtig wat hier staat? De meest bezonnen mensen zijn gelovige mensen. Dat zijn de meest nuchtere mensen. Bent u nuchter vanavond? Ben jij nuchter? Of bent u een paniekzaaier? Nee toch? Want de geest van God maakt ons nuchter. Die zet ons met beide benen op de grond. De dingen die op ons afkomen, is indrukwekkend wat er in de wereld gebeurt. We hebben het over vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Mensen, het lijkt er niet op, maar het moet gebeuren. En de christen, de gelovige, de zaligmaker, die daarmee verbonden is, die beseft dat maar heel goed. Hij staat met twee benen in Gods woord, op het fundament. Hij is bezonnen. Hij raakt niet in paniek. Hij wijst simpel op het woord. Het moet gebeuren. Het is erg, maar het staat in de Bijbel. Oorlogen zullen toenemen. Aardbeving nemen toe. De mensen die zijn koud naar elkaar toe. Je ziet de onsamenhangendheid in de samenleving. Alles valt uit elkaar. Wat gewoon was, is niet meer gewoon. Waar zijn nog de gezinnen? Waar zijn nog de normale gezinnen? Die zijn er niet meer bijna. Waar zijn nog de gezinnen van man en vrouw? Met misschien kinderen. Waar zijn ze nog? Alles wat in de Bijbel staat, we zien precies het tegenovergestelde. Wij worden abnormaal. Wij worden abnormaal. Het meest normale wordt abnormaal, zegt de Bijbel. Maar we zijn bezonnen, want we weten dat het gebeurt. De afstand tussen heiligheid en onheiligheid wordt groter. Tussen reinheid en onreinheid wordt steeds groter. De afstand en je kunt elkaar niet meer verstaan. En de gelovige? Hij is rechtvaardig. Hij houdt vast aan het recht van God. Hij is bezonnen, hij is rechtvaardig, hij wil maar één ding, op Gods weg blijven. Weet je hoe dun die weg is? Dat noemt de Bijbel de smalle weg. Niet de brede weg, de smalle weg. Heerlijk die smalle weg, hè? Heerlijk! Ja, het is heerlijk om die smalle weg te gaan, echt. Heerlijk is het. Want die brede weg is de weg van het verderf. Daar mag je doen en laten wat je zelf wil. Dat wordt zelfs in kerken gepredikt. Doe maar waar je zin in hebt. Want je bent zo. Je hoeft je ook niet meer te bekeren. Doe maar. Doe maar waar je lekker zin in hebt. Dat is je aard. Doe maar. Je leeft maar één keer. Doe maar. Dat is de brede weg. Pluk de dag. Maar het is de brede weg ten verderf. Maar de smalle weg. Weet je waarom die weg zo smal is? Dat is de weg achter de Heer Jezus aan. Daarom is hij smal. En die brede weg is de weg zonder de Heer Jezus. Dat is de weg van de Heer Jezus, is de weg van rechtvaardigheid. En dat is de weg van godsvrucht. Als je over het woord nadenkt, vrucht van God, dan denk ik automatisch aan de wijnstok en de ranken. En de landman, want God is de landman, de Heer Jezus is de wijnstok en u, jij bent de rank. En God die wil maar één ding, dat je vrucht draagt. Dat hij dat nieuwe leven niet alleen in ons heeft verwekt, maar dat nieuwe leven ook naar buiten komt. Naar buiten treedt met die heerlijke godsvrucht. Hoe meer die vrucht te zien is, hoe meer God ervan geniet. En als je dat niet doet, dan gaat God je snoeien. Dat doet God ook. Heerlijk, dank u Heere. U snoeit ons, want u wilt meer opbrengst. U bent niet tevreden met 10%. U bent ook niet tevreden met 20%. U gaat naar de 100%.
Want u wilt dat we vrucht dragen. Dat zegt de Bijbel. Godvruchtig te leven. Wat een ander leven, hè? Mooi is dat. Dat we zo met elkaar mogen optrekken. Terwijl wij de zalige hoop verwachten en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nog een keer, spreek daarover, spreek over deze dingen, Titus. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Als je dat mag weten, de Heer Jezus is gekomen om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid. Hij heeft ons tot zich genomen en eigen gemaakt. Wij zijn nu van Hem. U bent niet meer, jij bent niet meer van jezelf, maar van de Heere. Zo heeft Hij ons gekocht. We hebben een hele studie daarover gehad met Rut en Boas. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. En dat vind je zo prachtig terug in Johannes 3, vers 16. Die tekst kent u uit uw hoofd, hè? Ja, toch? Ik zie wat mensen knikken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, die tekst kennen we uit ons hoofd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt in de MBG, dat God zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Rennie, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Vul uw eigen naam alsjeblieft in. Vul je naam in. Dat is Johannes 3, vers 16. Opdat, ik kan al uw namen wel noemen, maar dat doe ik niet. Maar u mag ze zelf, u mag het zelf noemen. Opdat, puntje, puntje, die in u gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Maar hier staat het ook weer. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wordt de wereld door God behouden, de hele wereld? Nee. Nee. Dat is wat. Maar God heeft de hele wereld wel lief. Hij heeft genoeg liefde, hoor. En toch wordt iedereen niet behouden. Want er zijn mensen die willen niet geloven. Die willen niet tot geloof komen. Maar ligt het aan God dan? Nee, hoor. God zet de deur wijd open. Want de zaligmakende genade van God is aan iedereen verschenen. Aan alle mensen. U moet nooit zeggen van, het is niet voor mij. Dat mag u nooit zeggen. Dan moet u ook zeggen van, ik hoor niet bij de wereld. Het is ook voor jou, het is ook voor u. Nee, het is niet voor mij, ik ben het niet waard. Of ik heb te veel gezondigd. Nee. Zo lief heeft God de wereld. Zijn verlossing is groter dan al uw zonden. Geen zonde zo groot of zijn liefde en genade is groter. Zijn offer reinigt ons van elke zonde. Christus werd geboren. Hij werd gegeven aan deze wereld. En God zendt hem in deze wereld. En God die kan die wereld makkelijk veroordelen. Het staat zo mooi in die volgende tekst. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Dat is Gods bedoeling niet. God is een redder. En toch heeft God de mens een wil gegeven om te kunnen kiezen. Hij roept elk mens op tot geloof. En misschien zegt u, hoe zit het met de kinderen, hoe zit het met de kleine kinderen? Laat dat maar aan God over. Laat dat maar aan God over. Komt allemaal goed. Want God is rechtvaardig. In God is geen onrechtvaardigheid. Maar hij zendt zijn zoon opdat hij de wereld wil behouden. Wij hadden al lang afgerekend met deze wereld. Die zo verderfelijk is. God niet.
God is genadig. God kwam in het Oude Testament, weten we, God kwam met het oordeel. Ze moesten uit het paradijs. Toen kwam de tijd van Noach, het oordeel. Toen kwam Mozes met de wet, maar ook met het oordeel. En nu is God gekomen, al 2000 jaar lang, met genade. Genade. Iedereen mag komen. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. U mag hier, als u gelooft, in alle rust zitten. U mag blij zijn zelfs. Ik geloof in de Heer Jezus. Ik word niet veroordeeld. God kan mij niet meer straffen. Is dat niet geweldig? Hij kan het gewoon niet. Waarom niet? Omdat u gelooft. Omdat jij gelooft. Hij kan ons niet meer veroordelen. We zijn vrijgesproken. We zijn door hem gekocht en betaald. We zijn vrij. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Daarom zingen we die mooie liederen. Met blijdschap. Daarom hebben we vreugde. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Want we leven natuurlijk met de mensen mee. Maar we hebben een vreugde die niemand ons kan afnemen. Want God houdt zijn woord. Hij houdt zijn woord. Er is geen zekerheid zo vast als bij hem. Maar hoe zit het dan met mensen die niet geloven? Al die mensen misschien in Alkmaar en alle andere plaatsen van Nederland. Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ik zei tegen u, God heeft de wereld lief. God heeft voldoende liefde voor iedereen. En toch wordt iedereen niet behouden. Mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen, maar de Bijbel zegt het. Iedereen wordt niet gered. Waarom niet? Ligt het aan God? Nee. Er staat, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Hoe kan dat? Hoe zit dat eigenlijk? Als iemand niet gelooft, als iemand niet het woord van God gelooft, als iemand niet God aanneemt en zegt, ik geloof u, dan zegt hij tegen God, u bent een leugenaar. Ik neem niet de Heer Jezus aan, u bent een leugenaar. Ik geloof het niet, of ik wil het niet geloven. Op dat moment, als dat zo blijft, dan blijven de zonden op ons en in ons. En daarmee het oordeel van God. Dan sterft iemand die zal sterven zonder de Heer Jezus, oftewel met zijn zonden. Die zonden zijn nooit van hem afgehaald, weggenomen, nooit. Hij is niet verzoend met God. Hij moet de straf dus dragen tot in alle eeuwigheid. Dat is wat. Kerst, als we daaraan denken dat hij gekomen is naar deze wereld, is het vanwege dit probleem. Niet om ons een feestje te bezorgen, romantiek. Het is een strijd van leven en dood. Hij is gekomen omdat het moest. Wij hebben een dik probleem als wereld. Het komt door de zonde. Maar hij kan die zonde allemaal wegnemen. Hij kan het maar op één manier doen. Geloof. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. We sluiten af. Wie de waarheid doet, ook vanavond. Het geldt voor mij ook net zo goed. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Weet je wat zo mooi is? Iemand die gelovig is. Iemand die gelovig is, komt in het licht. Is het niet heerlijk? Die komt gewoon tevoorschijn. Hier ben ik.
Wie gelooft, dan worden de zonden weggedaan. Maar als je nog in je zonde leeft, in ongeloof, dan zit er iets heel veel tussen God en jou in. Dan zit er een muur tussen God en jou. Dan durf je niet te komen. Of je wilt niet komen. Zonde brengt afstand tussen God en de mens. Maar als de zonde weggedaan wordt, wat gebeurt er dan? Dan zijn we als die verloren zoon die valt in de armen van zijn vader. Die komt thuis. En die kan heel eerlijk gewoon toegeven. Oh vader, ik ben verkeerd geweest. Wilt u mij vergeven? Ik kom in het licht. Ik heb zoveel overtredingen gedaan. Zonde brengt afstand tussen God en de mens. Maar ook tussen de mens onderling. Wat is er een afstand tussen veel mensen? En in veel families? Wat zijn er veel communicatiestoornissen? Dat je niet meer met elkaar kunt praten. Weet je hoe dat komt? Het komt niet omdat je een andere taal spreekt. Het komt vanwege de zonde. Je verstaat elkaar niet. Het komt door de zonde. Maar als de zonde wordt opgeruimd van allebei de partijen, dan word je close. Dan word je geestelijk één. Dan word je een nieuwe familie. Dan word je herboren. Nee, de Bijbel zegt wedergeboren. En dan kom je tot elkaar. Wie tot God komt door de Heer Jezus, komt ook tot elkaar onderling. Dat kan niet anders. Ik weet het, want ik ben al heel lang in deze gemeente. En dan ben je close. Dan ben je familie. Dan kun je met elkaar bidden. Dan kun je met elkaar strijden. Dan kun je met dingen met elkaar delen. De mooie dingen, maar ook het verdriet. Zo mooi. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Waarom? Hij heeft niets te verbergen. Hij heeft niets te bergen. God weet het toch allemaal van u. God weet het allemaal van jou. Kom maar in het licht. God weet het. Kom achter die struiken vandaan. Kom maar Adam, ik weet waar je bent. En als je dat doet, lieve broeders en zusters, vrienden, dan ga je geestelijk ademen. Dan word je bevrijd. Dan ga je de waarheid verstaan. Dan ga je elke dag beleven als een bevrijding. De waarheid die in de Heer Jezus Christus is. Die zul je gaan verstaan. En die waarheid maakt je vrij. Vrij om naar God te gaan. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe, ik ben van u. En de vrijheid ook om naar elkaar toe te gaan. Alles wordt uit de weg geruimd. Heerlijk, hè? Ja, boven wordt het nog veel beter, maar we mogen hier al iets van proeven. Van die nabijheid en van die zaligmakende genade. Die verschenen is in Christus Jezus. Amen.